Ja. Nou, dat is helemaal leuk. Ja, maar u heeft toch ook in de Nieuwmarkt of niet? Heel vroeger. Oh, wat leuk. Kijk je ons niet? In de Koestraat. In de Koestraat. Ja, hebben wij toch het bordeeltje gehad? Welk nummer heb je gewoond? Ja. Naast mij was, ja, er was een wasserette. Ja. En daarboven waren de meisjes. Ja. Ja. Oh. Wat? Ja, wacht even, daar woonde die Belg. Hoe heet ze nou? Het was al in het begin, in 70 jaar. Hè? Ja, maar dan zaten wij de Koen van nou. En ik kende meisjes. Ja, dan al echt? Ja. Nou zeg. Nou, maar waar zaten jullie dan? Nou, wacht even. Wij zaten op nummer 14. Ja, maar wij hadden zo'n pakhuis en dan hadden wij een verdieping in. En Marjan Luif die woont er ook. Ja. Nou, weet je nog? Ja. Je woont er nog. Was hij ook niet bij cabaret? Ging je ook niet zingen? Ja, en mevrouw... Had je niet vroeger dat korte en blonde haar? Was jij dat niet? Of nee, dat was een iets kleiner, was dat? Nee. Geen idee, mijn vriend nam heel veel mijn vriendinnen. Oh! En nou, ben je nou nog gelukkig met hem? Ik ben je gek, weg ermee. Ik ben al 40 jaar met een hele goede kerel. Oh, nou, dat is leuk. Gedaan. Ja. Ik ben met Jan Kramer, schrijver. Oh! Ja. Al 40 jaar. Dan moeten we elkaar toch een keer ontmoeten. Dat is toch leuk. Nou, wie weet. Jan Kramer. Echt nog gekend. Ja. We gaan morgen weg. Oh, jammer. Ja, maar ik hou wel contact. Want ik ben hier toch met... Wacht even, schat. Jan Kramer, luister even. Dan moet je aan je man de groeten doen van Wimpy de Haan. Wimpy de Haan, die kent... Waar is allemaal gewerkt. Okay. En wij hebben Jan Kramer ook goed gekend. Natuurlijk. Maar het staat dan met een Engels boek erop. Maar dit zijn de boeken. Kijk, wij schrijven nu zelf de boeken. Oh, leuk. In Engels. Je hebt een Engelse vertaling? Ja. Van het derde boek. Zo zeg. Van ons leven. Dan moet je ik er wel een boek van Jan Kramer. Ja, dat is leuk. Dan moet je hem nou kopen. En dan neem je een boek voor hem mee, 15 uur met een handtekening. Heb je leuk op de vakantie? Wat leuk, dat is ook toevallig. Zo weer. Leuk, dan kom je elkaar altijd weer tegen. Ja, dat is ook toevallig. Van de Koestraat. Maar hoe vind je dit? Hè? Ja, maar Jan niet hoor. Jan die woonde daar niet. Hè? Nee, dat weet ik. Ton is hij gaan wonen daar met Marjan. Oh, Ton, ja. En een jongen die daar het huis had, ja, die is allemaal, dat zijn, die is dood. Ja, ja van dat was dat mijn koppershuis bedoel je? Nee, ja, die is ook dood, hè? Ja, het zijn allemaal dood. Dat was bijna niet hoor. Maar waar zaten jullie dan? 14, na de wijnkopers. Ja, maar die naast de wijnkopers. Oh, daarnaast? Ja, dan kregen we, ja, toen hun er nog in zaten. En heel leven in die Koestraat, hè? Ja, maar luister dan. Heb je jou ook nog gekend? Nee, nou weet ik niet meer hoe ze heten. En ze had van die stiletto hakken. Ja, het was altijd, ja. Had jij die ook? Maar het was toch een fijne buurt toen, ja, hoor. Ja, ja. En daarna ging het echt bam, hè. Ja. Ik weet nog dat de eerste heroïne daar kwam. Toen ging, dat was echt. En nu is het weer echt aan het opbloeien. Ja, nou, maar wij kunnen niet zitten. Vind je dat dan normaal? Nee, het is echt, het is... Dat is de Hollandse taal moet toch weer gaan zitten? Nou, dat is een ding, zeg. Ja. Want de globalisatie, mevrouwtje. Ja, natuurlijk. Oh, ja, de organisatie, dat jij zegt, dat klopt. We liepen toch gewoon door de straat? Ja, natuurlijk. En wat ook zo mooi was. Met Jules. Fantastisch, het Leger des Heils op de brug. Ja. Oh, zo mooi! Ja, geweldig! Ja. En natuurlijk de Spanjaard, natuurlijk, hè? Ja, die is nu ook weg, hè? Ja, heb jij José gekend, Peppe? Die heb jij gekend, Peppe, mijn ex. Die mooie grote gozer. Ja, van de Spanjaard. Centraal. Ja. Is was van Centra. Nee. Hij heeft gewerkt. Hij heeft gewerkt. Ik ga op. Ik moet gaan. Oké. Ze moet pakken. Ze moet nog wat vertellen. Nou, vertel nog even wat. Ja, over die Koestraat. Want ik reisde altijd. Ja, dus dan kwam ik weer terug. En dan was ik... En wilde paardenkop heb je ook gekend. Weet ik niet meer. Nee, je moet echt in je geheugen. Nou, ik denk wel. Dus wij moeten met Jan Kramer samen een boek schrijven. Ja. Over het Leidseplein en alles. Oh, ze moet weg, het meisje. Ja.